Dames en heren, een goede morgen vandaag, 16 maart. We zijn weer lekker online bewegen met elkaar. Zoals je ziet, geen onbekend gezicht. Naast mij zit mijn collega Sean. Onze collega Nienke, die werkt even vanuit huis vanochtend. Een beetje snotterig. Dus die wilde ons niet aansteken. Gelukkig gaat het goed met Nienke. Ja, Nienke kijkt wel mee vanuit huis, dus... Nienke, wetenschap. Ja, we zien elkaar hopelijk volgende week weer. Maar goed, ik heb alle vertrouwen in mijn collega John. We gaan beginnen met de warming-up. We gaan lekker een half uurtje bewegen. En we sluiten natuurlijk af weer met de cooling down. De meeste oefeningen, of bijna alle oefeningen, mogen jullie staand uitvoeren. En we hebben straks wel een oefening waarbij het handig is om een stoel te hebben. Dus mag je in de buurt zijn van een stoel, die heb je straks wel nodig, want die oefeningen die doen wij ook voor op de stoel. Zo, wij gaan beginnen met de warming-up en wij nemen ons lichaam even door van boven naar beneden. We beginnen met onze nekspieren. En we kijken even heel rustig van links naar rechts. En we kijken weer naar links. En we kijken weer een keertje naar rechts. Kijk recht naar voren. Laat de armen ontspannen hangen. Wij kijken recht omhoog. En wij kijken recht naar beneden. Wij kijken nog een keertje recht omhoog. En we kijken nog een keertje recht naar beneden. Perfect. We gaan met onze rechteroor naar onze rechterschouder. We laten de schouder ontspannen hangen, maar je doet net alsof dat je probeert om met je oor je schouder aan te tikken. Dit lukt natuurlijk nooit, maar het is wel goed voor je nekspieren. We gaan wisselen, dus trek de schouder niet op, laat hem ontspannen hangen. Probeer met je oor denkbeeldig je schouder aan te tikken. Hou dat even vast. Gaan we nog één keer naar de overkant. Probeer je schouder aan te tikken. Laat je arm ontspannen hangen. En de laatste keer oversteken naar links. Laat de armen weer ontspannen hangen en wij draaien onze schouders even los. Heel goed. We draaien de andere kant uit. Knak, knak. Kraken is goed, hè? Smeren de boel. Perfect. Oké. Okay. Wij gaan om de beurt onze schouders optillen. We beginnen met de rechte schouder omhoog. Hou dat even vast. Laat weer zakken. En de linker schouder gaat omhoog. En laat weer zakken. Rechte schouder omhoog. Hou even vast. Laat zakken. Linker schouder omhoog. En laat zakken. Schud je armen even een beetje los. Even de spanning er weer af. Goed bezig. We gaan ons bovenlichaam even losdraaien. En dat doen we van rechts naar links. Heel goed. Rustig tempo, want het is uiteraard een warming-up. Perfect. Hou even vol.
Laatste keer naar links. Laatste keer naar rechts. En ontspan. Perfect. Goed. We gaan de heup los draaien op de stoel. Draai je bovenlichaam los. En ben je aan het staan, ga je je heup los draaien. En voor de mensen die het prettig vinden om te gaan zitten, kijk je naar mijn collega John, dan is de beweging iets anders. We draaien de andere kant uit. Perfect. Oké. Voor de mensen die staan, we doen de voeten tegen elkaar. En de draaibeweging van de heup blijft hetzelfde. Je moet er wel iets meer moeite voor doen. Goed bezig. We draaien de andere kant uit. En keurig. We gaan onze rechter of linkervoet, maakt niet uit, we gaan zo wisselen. Je gaat op je teen leunen. Op je tenen. En we draaien de enkel los. De stoel mag je los doen. Precies. Of als je zit, is het misschien handig om je voet op te tillen. We gaan wisselen van enkel, teen op de grond en draai je enkel even los. Goed bezig. En ontspan. Schud je benen even los. Heel goed. Nou. We zijn even rustig begonnen. We gaan nu het tempootje iets opvoeren. De warming-up is klaar. We gaan even proberen om de snelheid een beetje op te voeren. We beginnen met lopen op onze plaats, waarbij de armen goed mee moeten bewegen. Ja? Dus we gaan lopen op de plaats, maar neem je armen goed mee. En bepaal zelf het looptempo. Niks moet. Alles mag. Perfect. Oké. We zetten de voeten breed uit elkaar. Probeer het ritme aan te houden. De voeten gaan weer naar elkaar toe. En de armen blijven meebewegen. Perfect. Voeten gaan nog één keer uit elkaar. En de voeten gaan nog één keer bij elkaar naar binnen. Oké. En stop. We gaan met onze rechter elleboog naar onze linkerknie. Vind je dat nou te moeilijk? Mag je met je platte hand de knie aanraken? Dus moeilijk is tik, tik, dus rechter elleboog, linker knie, linker elleboog, rechter knie. Vind je dat nou te lastig? Tik je met de platte hand de knie aan. Mag je kiezen. En bepaal zelf het tempo. Oké, dan gaan we starten. Hop, hop, hop. Vind je de elleboog te lastig? Doe je dat met een platte hand. Mag je zelf kiezen. Hou vol. Oké, laatste stukje. Hou vol. Goed bezig. En stop. Ontspan. Schud je benen even los. Schud je armen even los. Oké, let goed op. We gaan met onze rechterhand naar onze linkerhak om de beurt. Dus tik, tik. Rechterhand, linkerhak. Linkerhand, rechterhak. Ook een stukje balans. Tik, 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 tik. Vind je dit nou te moeilijk?
doe je met je rechterhand rechterhak. Want dat is iets dichterbij. Is wat makkelijker. Wordt de oefening wat makkelijker van. En wil je jezelf meer uitdagen, tik je met je linkerhand de rechterhak en met je rechterhand de linkerhak. Tempo bepaal jezelf. Goed bezig. Keurig. Oké. En stop. Doen we de beide oefeningen 2 keer achter elkaar. Dus we beginnen met elleboog knie. En daarna met je hand bij de, tegen de hak. Oké, gaat. 3, 2, 1, start. Dus tik aan met je elleboog of met je platte hand. Probeer vol te houden. En we gaan door naar onze hak. Tik, tik, hop, hop. Dat was een beetje warm. Even de kachel uit. Zijn we niet zo laat. Oké, en ontspan. Bezig. We gaan door. Met onze armen, we maken 2 vuisten, we stoten recht vooruit en terug, recht vooruit, terug. Recht vooruit, terug, recht vooruit, terug, laatste keer recht vooruit, terug, perfect, oké. Okay. Doen we hetzelfde, alleen we gaan iets sneller, ja, oké, okay. Klaar voor, vuisten maken, 3, 2, 1, uit. Hoge tempo. Goed bezig. Hou vol. Nog 3 keer. De laatste. En ontspan. Perfect. Goed bezig. Oké. Okay. We hebben naar voren gebokst. We gaan recht omhoog. We beginnen langzaam. Oké. Okay. Vuisten maken. Omhoog en terug. Omhoog en terug. Langzaam tempo. Omhoog. Omhoog. Nog 2 keer. En ontspan. Doe hetzelfde. Alleen het tempo gaat omhoog. Iedereen er klaar voor. Komt ie aan. Vuisten maken. 3, 2, 1, hop. Nog 3 keer. Laatste. Goed. En ontspan. Bezig. We gaan goed. Laatste. De boksen. We gaan om de beurt schuin voorlangs. Maak 2 vuisten. We gaan voorlangs. Terug. Hop. Langzaam tempo. We laten even iemand toe. Ja. Er wil nog iemand meedoen. Die moeten we even toelaten in de vergadering. Perfect. Oké. Okay. En ontspan. Oefening hetzelfde, alleen het tempo gaat omhoog. Let op, vuisten maken. 3, 2, 1, start. Schuin. Hop, 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 hop. Goed bezig, hou vol, kom op. Nog 3 keer, 1, 2. En de allerlaatste, hop, perfect. Goed, we ontspannen even. Even een paar seconden uitrusten. En dan gaan we zo meteen door met de volgende oefening. Zo, collega, het is makkelijk ook om bij deze oefening te gaan staan. Ja? Dus mocht je kunnen staan, ga staan. En als dat echt niet mogelijk is, dan blijft u gewoon zitten.
Maar de oefening is dan wel iets anders. Ja? We gaan opzij stappen. Ja? Links en rechts af. Dus we stappen opzij en terug. Dus heen en weer stappen. Deze manier. We stappen opzij. En dit doen we gewoon rustig. De armen hoeven nog niet mee te doen. De armen doen zometeen mee. We gaan kruisen met de armen. Ook een stukje hersengymnastiek, hè? Want dit is een ritme waarbij je ook een klein beetje na moet denken. Hou nog even vol. De benen kunnen een beetje moe worden. Laatste keren. En ontspan. Schud de benen even een beetje los. Hop. We gaan op de plek gaan we staan. En dan gaan we hakken omhoog. Heen en weer. Hop. Til je hakken op. Goed bezig. Werken. Hop. Hakken naar de bil. En er komt zo meteen hersengymnastiek bij. Let op. Armen wijzen naar voren. Stukje hersengymnastiek. Over het algemeen kunnen de vrouwen dit beter dan de mannen. Dus lach je man niet uit die naast je staat. Hè? Maar wij kunnen dit wel zo. Oh. We hebben geoefend. Hè? Oh. En ontspan. Ja? Vrouwen zijn iets bewegelijker in de ritme dan mannen over het algemeen. Hè? Maar goed, mannen hebben weer andere kwaliteiten dan vrouwen. Laten we die kwaliteiten maar even achterwege. Hè? Goed, gaan we met de knie. Knie omhoog, om de beurt. Hop. Hop. En dan komt zo meteen weer een stukje hersengymnastiek bij. Let op. Heel goed. Hou vol. Laatste paar keren. En stop. Oh, ons. Dit is de, bij deze oefening doen we de laatste stukje. Doen we de hakken en de knieën achter elkaar. Dat betekent. We gaan beginnen met de hak. Zonder handen. Hak gaat omhoog. Hak naar de bil. Zonder handen. Hersengymnastiek komt er zo bij. Oké. Okay. Let op. De armen. Ga mee. Een paar keer. Bezig. En ons. Ook. Laatste. En de knieën. Eerst zonder hersengymnastiek. En daarna mee. Ook. Let op. Knie omhoog. Ook. Let op. Een stukje hersengymnastiek komt erbij. Paar keer. En oké. Ontspan. Rust heel even uit. Een paar seconden. Maar we gaan ook zo dadelijk door naar een balansoefening. Nou, en daar kun je, als het goed is, een klein beetje tot rust komen. We beginnen met de tandemstand. En de tandemstand betekent één voet voor, één voet achter. Ik laat hem zo even zien. Eén voet voor, één voet achter. De tenen wijzen dezelfde richting uit. Ja, oké. Okay. Eén voet voor, één voet achter.
Zorg dat je stevig staat. Hou die balans. En hoe hou je de juiste balans? Probeer je op één punt te focussen. Blijf daar geconcentreerd naar kijken, dan is de balans ook een stukje beter. Let op. Als je die balans hebt gevonden, gaan we een klein beetje naar beneden zakken. En we komen weer omhoog. Focus je op dat ene punt in de woonkamer. Dan wordt de balans beter. Gaan we nog een keer. Focus. Zak naar beneden. Kom omhoog. En blijf gefocust op dat ene punt. Doen we nog twee keer. Zak naar beneden. Kom omhoog. Blijf gefocust op één punt. Laatste keer. Zak naar beneden. Kom weer omhoog. Oké. We gaan wisselen van been. Dus het andere voet zet je nu voor. Oké. Zorg eerst dat je stevig staat. De tenen wijzen recht naar voren. De armen hebben we uit elkaar om een beetje balans te houden. Focus je weer op één punt. Let op. We zakken naar beneden. En we komen omhoog. Hou die focus op dat ene punt in de woonkamer. Oké. Gaat hij weer. Zak naar beneden. En kom omhoog. Laatste twee keer. Zak naar beneden. En kom omhoog. Laatste keer. Zak naar beneden. En kom omhoog. Perfect. Oké. Mijn collega John neemt het even van mij over. Yes, bedankt Waldo. We gaan verder met de armen. Die gaan we zo spreiden, dus we moeten wel even afstand houden. Armen heb je voor je bord. Gaat ze zo opzij erin. Kijk uit dat je de vaas niet van tafel afslaat, niet tegen de muur aanslaat. Dit gaan we doen. Maak je rustig. Oké, zullen we? We gaan een beetje tempo opvoeren. Komt u maar. Armen wijd, sluit. Vijf, vier, drie, twee, één en stop. Oké, even de armen. Even uitschudden. Nu doen we hetzelfde, maar dan gaan we ze omste beurten doen. Armen voor je borst. Beginnen met rechts. Oh, sorry. Rechts. Ja. Eén arm. En weer terug. En de andere arm. En weer terug. Rechts. Links. Links. En links. Oké, we hebben even geoefend. We gaan het tempo opvoeren. Komt maar. Ja, daar gaan we. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. En rust. Oké. We hebben nu de armen opzij bewogen, we kunnen ook de armen in de lucht brengen. Even rustig, armen de lucht in en terug naar de borst. Rustig aan. Even oefenen. Oké, en dan gaan we tempo opvoeren. Ja, daar gaan we. Hoppakee. Omhoog die armen. Vijf, vier, drie, twee, één, en stop. En even rust. Schud los.
Oké, dan gaan we de armen hetzelfde doen. Gaan we omlaag bewegen. En terug naar de borst. Eerst een paar keer rustig. En dan gaan we tempo weer opvoeren. Ja, komt u maar. Vijf, vier, drie, twee, één en rust. Oké, dan kunnen we ook nog de armen, een beetje bij nadenken, weer de hersengymnastiek, kom weer terug, omhoog en omlaag tegelijk. En dan wisselen van kant. Lukt dat een beetje? Oké, ik ga de tempo weer even opvoeren. 3, 2, 1, ja! Vijf, vier, drie, twee, één. En. Genoeg gedaan met de armen. Genoeg met de armen. Goed, dan pakken we de stoel erbij waar we het aan het begin over hadden. Want we gaan nog even die beenspieren trainen. We gaan zo rustig zakken. Ja, ongeveer gelijk. We gaan zo rustig zakken en we gaan net niet zitten. En de armen hebben we voor de borst gekruist. Ja, we gaan rustig zakken naar beneden. Als het goed is gaan we zo die bovenbeenspieren heel goed voelen. En anders morgen wel overmorgen wel. Ja, dus even trainen. Spierpijn is goed. Ja, spierpijn hoort erbij als je de boel een beetje vooruit wil hebben. Als je de boel wil opbouwen, is dat heel belangrijk. Dan rustig door. Vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. En even rust. Weer even uit. Nou, dit ging heel goed. Gaan we zo nog een keer doen. En als we dan klaar zijn met dezelfde oefening nog een keer, dan houden we nog even een tijdje vast. Ja, dat is een zware. Dus dan houden we een tijdje vast in deze stand. En dan houden we dit even. Goed, zijn we weer klaar, dan gaan we weer. We gaan weer rustig naar beneden. Helemaal. Helemaal. Vijf. Vier. 3, 2, 1. En nu houden we hem zo even vast. Zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, die voelen we. Pittig. Maar volgens mij ging dat hartstikke goed. Schud de boel goed los. Volgens mij kunnen we aan een cooling down gaan beginnen. We zijn warm genoeg geweest. Genoeg gedaan. Zet even de stoel. Ik zet hier wel de stoel aan de kant. Oeh.
Oeh, ja, de cooling down. Oké, we beginnen eens even rustig met die heupen losdraaien. Even lekker relaxed. Kunnen we natuurlijk ook de andere kant op doen. Door met de rug. Dan gaan we eens even. Houden we eens twee keer. Even doortikken. Hop. Hoe ver kan je komen? Als het goed is, moet nu niet meer kraken. En de laatste keer. Oké. We gaan door met de schouders. Laat ze maar eens even rollen. Die is achteruit. En dan gaan we natuurlijk naar voren rollen. We gaan naar de ellebogen. En de polsen. En pak de vingers erbij. Bibi Suryadi. Yes. Dan gaan we nog eens even ons hoofd even lekker rollen, ronddraaien. Oké. Even relaxen. De enkels kunnen we nog even doen. Wij draaien nog een keer met de enkels. Twee kanten op kan dat. En de andere enkels kan natuurlijk ook. Oké. Volgens mij zijn we helemaal relaxed nou. Gaan we nog even drie keer goed inademen en uitademen. En dan kunnen we er weer tegenaan vandaag. Dus je maakt je groot en je blaas je uit. Dat was hem. Allemaal goed meegedaan weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We zien elkaar weer volgende week. Hopelijk is Nienke er weer. Tot ziens.